Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In de vorige missies heb je ontdekt hoe machine learning werkt. Daarnaast heb je je eigen machine learning model getraind met een hele berg voorbeelden. In deze missie ga je ontdekken wat je daarna nog met je model zou kunnen doen. Je gaat het machine learning model gebruiken in een Scratch programmeerproject. In de vorige missie heb je zelf een machine learning model bedacht en getraind. Alleen de teachable machine doet alleen een voorspelling op basis van jouw voorbeelden. De teachable machine ondernam vervolgens geen actie. In andere woorden, er gebeurde niets met deze voorspelling. In deze missie ga je daarom een bananenbeoordelingsmachine programmeren. Een slim programma dat op basis van de voorspelling een beslissing kan nemen. Eerst train je hiervoor een model met data. Dan programmeer je in Scratch een programma met kunstmatige intelligentie dat jou kan vertellen of een banaan rijp genoeg is om te eten. Of dat je al te laat bent en er beter een smoothie van kunt maken. Zoek eerst een berg bananen. 3 groene, onrijpe bananen. 3 mooie gele, rijpe bananen. En 3 bananen die duidelijk hun beste tijd gehad hebben. Download ook mijn Scratch project met de sprites. Navigeer dan naar de Teachable Machine. Start een nieuw image project en maak 4 klasses. Onrijp, rijp, overrijp en de achtergrond. Voer de voorbeelden aan je model. En start de training. Nu jij. Exporteer dan je model. Kies voor upload. Upload my model en kopieer de link. Navigeer dan in Chrome naar de volgende site. Junya Ishihara uit Tokio bouwde een uitbreiding voor de Teachable Machine bovenop Scratch. Klik linksonder op de extensie-button en selecteer TM to Scratch, Teachable Machine naar Scratch. Klik opnieuw linksonder op de extensie-button en selecteer ook Video. Klik dan op Bestand en uploaden vanaf je computer. Selecteer het bestand dat je eerder hebt gedownload. Eerst verbinding maken met het getrainde model. Plak hier het adres dat je net in de Teachable Machine hebt gekopieerd. Dan de code voor de onrijpmelding. Een loop, zodat deze code de hele tijd herhaald wordt. Een conditie, als de klasse onrijp is, dan verschijn. En in alle andere gevallen verdwijn. Kopieer deze code. Sleep hem naar de andere 2 sprites. Op deze manier. Selecteer dan beide sprites en pas de classes aan. Klaar? Testen maar! Als je nog zin hebt om verder te programmeren, probeer dan een programma te ontwerpen voor het machine learning model dat je in de eerste 4 missies hebt getraind. Leuk dat je hebt meegedaan! En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal, dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie!